In het verleden heb ik je uitgelegd hoe je met de Raspberry Pi een NAS kan maken. Maar wat nou als je geen Raspberry Pi hebt, maar bijvoorbeeld wel een hele oude PC? Daar kan je natuurlijk ook een NAS van maken. En hoe je dat doet, dat leg je uit in deze nieuwe tutorial. Hey, en wat leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video hier op TechTime. Ik ben Marco en voor dit keer ga ik je uitleggen hoe je eigen oude PC kan omzetten naar een NAS. Ofwel als je zegt van joh, ik heb een wat nieuwere PC, maar die wil ik ook graag gebruiken als een NAS. Dat kan dat natuurlijk ook. Dat ga ik je allemaal uitleggen in deze tutorial. Doe even op het duimpje omhoog drukken als je dat nog niet gedaan hebt. Zorg ervoor dat je geabonneerd bent. En dan gaan we hier ook maar heel snel mee aan de slag. Mocht je nog niet weten wat een NAS is. Een NAS is een Network Attached Storage. Via een NAS kun je dus al je bestanden gaan opslaan. Wat bijvoorbeeld gewoon niet op jouw computer staat. Kort gezegd, heb bijvoorbeeld een vakantiealbum van vorig jaar met hele toffe foto's en video's en die wil je niet kwijt. Dan kan je die eventueel plaatsen op je NAS en dan kun je daar alsnog al je bestanden op gaan zetten. Het is dus als het ware een soort van computertje buiten je eigen computer. Een soort externe harde schijf, maar dan wat slimmer. Nou, laten we overgaan naar onze desktop omgeving en zoals je hier kan zien, dit is momenteel mijn bureaublad. Nog steeds de MonsterCat achtergrond die ik heel tof vind. Nou, zoals je misschien hier al kan zien, maken we gebruik van FreeNAS. Een heel erg handig gratis stoeltje die je gewoon volledig kan instellen hoe je het wilt. Het is wel een beetje ingewikkeld, maar als je het toch een beetje door hebt, is het toch heel erg tof om te hebben. In ieder geval, FreeNAS is gratis te downloaden. Je klikt hier gewoon op de downloadknop. Laat ik zo zeggen, ik hoef geen nieuwsbrief. Die sla ik over. En dan klik hier op de downloadknop, wordt wel een nieuw tabblad geopend, maar die kan ik gewoon sluiten. En klik hier op save, dan wordt de ISO gedownload. Deze zet je bijvoorbeeld op een USB-stick met bijvoorbeeld Etcher, wat ik eerder heb gebruikt. Hoe je dat precies kan doen, dan moet je even kijken naar deze tutorial. Leg ik het allemaal nog een keer even een keertje uit. In ieder geval, ik heb de ISO al klaarstaan en ik maak in dit geval even gebruik van de virtuele machine. Dus een soort computer in een computer. Oké, dan gaan we nu gewoon simpel beginnen aan de installatie van FreeNAS. En dat is eigenlijk niet zo heel, ja, heel erg lastig. Je ziet hier de optie om FreeNAS installer te gebruiken of de Serial Enabled. Die onderste hebben we niet nodig. Ik pak gewoon lekker de bovenste. Ja, er verschijnt nog wel wat tekst in beeld, maar dan mag je gewoon negeren. Ik wil FreeNAS installeren. Nou, ik heb hier momenteel twee drives. Ik heb eentje van 150 gig en eentje van 20 gig. 20 gig is wel veel te veel, want eigenlijk heb je aan 5 gig heb je al genoeg voor FreeNAS. Nou, in dit geval kies ik er wel voor om die op de 20 gig te gaan installeren, want dat is namelijk mijn SSD. Is wel lekker snel. Ik druk op de spatiebalk, ik druk op enter en dan wordt die daarmee geïnstalleerd. Tenminste, normaal, want hij geeft bij mij al aan van, hey, er staat al een installatie. We doen dat gewoon even lekker helemaal opnieuw. Ga je nou upgraden naar een nieuwe versie, dan kies je voor upgrade, maar in mijn geval kies ik even voor fresh install. Nou, doe gewoon even format de boot drive en dan wordt gewoon alles helemaal gewist. Willen we alles verwijderen vanaf de data? Dat klopt. Ik druk op yes. En dan wordt er nu gevraagd voor een root wachtwoord. En met een root wachtwoord heb je dus de volledige controle over jouw NAS-omgeving. Maar ook echt diep in het systeem. Het is wel belangrijk dat je een goede weet die ook heel veilig is. Nou ja, omdat dit nu momenteel een testomgeving is, maakt het niet zo heel veel uit. Dus ik kies voor mijn geval kies ik een vrij makkelijke. Maar ik raad wel aan. Verzin wel voor jezelf even zo veilig mogelijk wachtwoord. Ik druk op oké en ik kies in dit geval voor boot via BIOS. Want dit is een VM en hij is opgestart in BIOS. Dus het is wel handig dat dan dit ook via BIOS gaat doen. Je kan ook zeggen van joh, boot via UEFI, maar dan heb je ook een nieuwe computer nodig. Maar in de meeste gevallen zal boot via BIOS al voldoende moeten zijn. En dan wordt hier momenteel ook alles klaargezet voor de installatie. En dan is het even een kwestie van wachten tot hij hier klaar mee is. Dit kan gemiddeld zo'n 10 minuutjes duren, afhankelijk van de snelheid van je PC en waar je het van oorsprong laat installeren. Ja, zoals je momenteel kan zien is deze nu klaar met installeren. Hij is even bezig om de laatste stappen door te nemen. Maar dit zijn echt de laatste kleine stappen. Nou, zoals je kan zien, hij is nu echt officieel klaar. Dus wat ik ga doen, ik druk op oké. Oké dan, dan zijn we hier klaar mee. Momenteel is FreeNAS volledig opgestart en we kunnen gebruik maken van onze NAS. Dat gaan we dan ook doen, want we zien hier ook een IP-adres staan. En via dit IP-adres kunnen we dan ook verbinding maken met onze NAS. Laten we even naar onze webbrowser gaan. Ik ga even mijn NAS even sluiten. Of beter gezegd, de VM gewoon even minimaliseren. En dan ga ik even mijn webbrowser openen. En dan ga ik naar het IP-adres die net in beeld stond. Dat was 192.168.178.175. Er wordt momenteel gevraagd of ik wil inloggen onder de naam root. Dat is ook wat ik wil. En dan vul ik hier ook het wachtwoord in wat ik hier ook eerder heb ingesteld. Ik klik op login.
En dan wordt FreeNAS momenteel opgestart. Nou, super simpel. We gaan gewoon even de basisconfiguratie doorlopen, zodat je het zelf ermee aan de slag kan. Welke taal wil je gebruiken? Nou, je hebt ontzettend veel talen, maar ik raad je wel aan, gebruik Engels. Want mocht je eens een keer er niet uitkomen, dan kan je gewoon heel makkelijk alsnog op internet vinden wat er precies aan de hand is en hoe je dat zelf kan oplossen. Nou, dit is... even kijken. Dan moeten we hier United States International hebben. Ik denk dat het deze is. En momenteel, ik zit zelf in Europe en Amsterdam. Hoppakee. Klik op Next. Wat ik nu ga doen is links even naar de map Storage, Volumes en dan Volume Manager. Heel erg simpel. Hoe willen we dit gaan noemen? Nou, dit noem ik gewoon even FreeNAS. Oh, FreeNAS. Super simpel. En wil ik het versleuteld hebben? Eigenlijk niet. Het kan. Is veiliger. Maar nee, het is voor mij niet nodig. Ik klik hier al even op dit plusje. Daar wordt mijn harde schijf van 160 gig gekoppeld. En dat is ook precies wat ik wil. Ik klik in dit geval op Add Volume. En dan wordt momenteel deze volume aangemaakt. Super easy. En we zien hierboven dan ook staan Volume Successfully Added. Perfect. Maar we zijn nog niet klaar, want we moeten natuurlijk wel even doorgeven dat iedereen ook er gebruik van mag maken. Ik klik op Change Permissions. Nou, wat we nu dus willen gaan doen is even deze twee vinkers ook even aanzetten, zodat ze daarmee ook kunnen gaan schrijven. Dat is wel belangrijk om te hebben. Ik geef er in dit geval aan dat Root in dit geval de eigenaar is van het volledige volume en dat de groep Wheel gebruik kan maken van deze volume. Dat is wel even handig om te weten. Dan zet ik hier ook nog even het vinkje aan en dan klik ik hier op Change. En dan zijn deze rechten nu allemaal aangepast. Wat we nu gaan doen is even de service aanzetten waarmee de bestanden ook kunnen gaan delen. Want als we dat niet hebben, dan kan je heel moeilijk bij je bestanden komen. Wat ik in dit geval dus even ga doen, ik klik hierboven even op services en dan wordt alles dan ook geladen. Dus zoals je kan zien, SMB is momenteel in gebruik en dat is ook belangrijk. Want zonder SMB kunnen we dat eigenlijk niet gaan doen. Nou, dan klik ik nu even op dit icoontje hier en dan kunnen we dit allemaal gaan aanpassen. We zien bijvoorbeeld dat hier de naam van de server, die heet FreeNAS en er zit hier in de standaard werkgroep. Klinkt allemaal heel erg testisch, maar ik raad je gewoon aan, hou dit gewoon zo aan. Pas dit niet aan, tenzij je weet wat je doet. Deze instellingen lijken mij allemaal goed te staan, dus ik ga deze dan ook sluiten. Dit is perfect, we kunnen hiermee aan de slag. We klikken hier nu links op Sharing, dan gaan we naar SMB Shares en dan klik je hier op Add Windows Share. Dan wordt hier gevraagd naar welk pad deze precies leidt. Nou, dan pakken we bijvoorbeeld de MNT, FreeNAS. Doe gewoon even de data share. Laten we deze dan bijvoorbeeld noemen data. Heel erg makkelijk. Maar mocht je zoiets zeggen van, joh, ik wil met iedereen delen die bij mij thuis is. Dan kan je ook nog eens gasttoegang ook aanzetten. Dan hoef je dus geen wachtwoord in te vullen om de share te benaderen. Ik ben daar zelf persoonlijk geen fan van. Dus ik hou dit gewoon simpel hoe dit is. Nou, ik klik in dit geval even op Oké, en dan wordt hij nu momenteel aangemaakt. Dat is gedaan. Je wil natuurlijk niet dat je als root-gebruiker ook overal toegang tot hebt. Want dat is eigenlijk best wel riskant, want een root-account mag alles. En dat is qua beveiliging niet slim. Dus wat we in dit geval gaan doen is even een gebruikersaccount voor ons aanmaken. Nou, we klikken hier in dit geval op account en dan klikken we hier op users. Nou, klik hier op Add User en dan kan ik hier dus een gebruiker aan toevoegen. Dat ga je dan ook doen. Gebruiker ID 1000, dat wil zeggen de gebruikersid nummer 1, is gewoon prima. Laat gewoon even een accountje voor mezelf aanmaken. Easy peasy. Dat hebben we dus nu gedaan en dan wordt er nog even gevraagd van, joh, in welke gebruikersgroep wil je gaan zitten? Dan gaan we even naar beneden scrollen en kiezen voor Wheel. Wheel is als het ware de standaard gebruikersgroep waarin iedereen gewoon in kan zitten. Die klikken we aan en dan gaan we even verder naar kijken wat er nog verder nog meer is. Eigenlijk is dit alles wat we nodig hebben. Ik klik op oké. Oh, dan moet het dus even hier dus zetten in testdata. Dat kan natuurlijk ook. Ik druk op oké. En dan wordt het nu momenteel aangemaakt. En dan heb ik hier dan ook een account. En je ziet hier dan gelijk een al informaties. Het ziet allemaal best wel technisch uit. Maar wat er eigenlijk gebeurd is dat we nu een account voor mijzelf hebben aangemaakt. Dat is heel erg handig. Dat is gedaan. En wat ik nu dus even ga doen, is even naar mijn Windows verkenner. En dan zien we hier momenteel een en al dataschijven staan. Wat ik nu ga doen, 192.168.178.175. En dan zien we hier onze share voor data staan. Super dope, dat werkt. Ik doe mijn gebruikersnaam Marco. En mijn wachtwoord vul ik hier dan ook in. En heb ik hier nu toegang tot mijn NAS. Ik kan hier eventueel een nieuwe map aanmaken. En noem deze bijvoorbeeld foto's.
En dan kan ik hier bijvoorbeeld een map neerzetten met en dan bijvoorbeeld allemaal foto's erin gaan zetten. Zo simpel is het. Het is eigenlijk helemaal niet moeilijk om een NAS te maken. Het is alleen even priegelwerk om alles klaar te hebben. Maar als het eenmaal draait, dan draait het en werkt het ook heel erg fijn. En ja, hopelijk heb je iets gehad aan deze tutorial. Ik vond het in ieder geval een hele tof tutorial om te doen. En mocht je zeggen van, joh, ik wil meer van zulke tutorials hebben, laat mij weten in de reactie beneden. Ik ben ook heel benieuwd of je zelf een idee hebt voor een tutorial. Vergeet in ieder geval deze video niet te liken. Deel ons massaal ook op social media. Vertel gewoon even aan al je vrienden van, joh, mocht je bijvoorbeeld techkanalen zoeken, moet je even hier naartoe kijken. Dat zou ik heel erg doof vinden als zij dan ook abonneren. En dan wil ik in ieder geval je ontzettend bedanken voor het kijken in deze video. En heb ik nog maar één ding te zeggen. Zoals altijd zeg ik weer, tot ergens.